Het Jessa ziekenhuis is een fusieziekenhuis sinds 1 januari 2010 van het Vreese ziekenhuis en het Salvater Sint Ursula ziekenhuis. Wij zijn een organisatie met een 3000-tal medewerkers. Zelf ben ik verantwoordelijk voor projectmanagement van alles wat te maken heeft met development en strategie van ICT. We proberen ons te focussen op software waarbij we een meerwaarde kunnen bieden. En patiëntadministratie is er één van, omdat dat eigenlijk het hart van de organisatie is. Wij zijn eigenlijk wat de patiëntadministratie betreft al geïnformatiseerd sinds 1995. Maar dat was een karakter-based toepassing. En om die overgang te maken hebben we beroep gedaan op de Human Interface Groep. Samen met die mensen hebben wij eigenlijk een scope bepaald en een project gemaakt waarbij we een bepaalde module, namelijk de inschrijvingen in de baai beneden, om die te gebruiken als case om verder uit te rollen in de rest van het ziekenhuis. Samen met de Human Interface Groep hebben we dan een gebruikersobservatie gedaan en op basis daarvan geprobeerd om alle taken en de functies die de gebruiker nodig heeft te inventariseren en te analyseren, nagaan welke extra hulpmiddelen die mensen nodig hebben, om dan al die informatie samen te bundelen. En Human Interface Groep heeft op basis daarvan een eerste navigatiemaquette gemaakt. En op basis daarvan zijn we dan beginnen maquettes te bouwen van alle nodige functionele schermen die er gebruikt worden in de toepassing. De feedback die we krijgen van onze eindgebruikers is enorm. En ook het feit dat we op snelle tijd het kunnen uitrollen naar die doelgroep betekent toch wel dat het project geslaagd was. De samenwerking met de Human Interface Groep was zeer aangenaam en zelfs een tikkeltje verslavend. Onze developers zijn nu bezeten door usability en proberen ook voor elk nieuwe opdracht die ze krijgen toch aandacht te besteden.